Goedemiddag allemaal. Leuk dat je kijkt naar dit filmpje waarin ik jou, even kriebel aan mijn neus, waarin ik jou meer ga vertellen over de nieuwe brochure. Namelijk deze mooie brochure, brochure 16, duurt slechts 2 weken. Dus hou daar rekening mee. Over 2 weken ben ik er weer om je te stalken met een mailtje en een video. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat niet al te storend is. In ieder geval ga ik vandaag even een paar leuke producten laten zien uit de brochure. En ik verwijs je ook graag terug naar het make-up filmpje. Waarin ik deze look die ik nu draag voor jou maak. En ik je er net even wat meer over vertel. Plus, ik laat jou nog 2 andere varianten van lipstick zien. Dus misschien is dat ook leuk. En de lipstick die ik nu draag is een nieuwe variant. Dus dat is heel leuk. Plus, heel leuk om misschien te weten. Je kan hem niet online bestellen, maar alleen bij mij persoonlijk. Namelijk een adventmand. Krijg je voor 24 dagen, aftellen tot kerst, dus vanaf 1 december tot en met 24 december, elke dag een cadeautje. Ik heb hier een voorbeeld staan. Check. Dit krijg je dus echt zo'n hele leuke mand. Vol met cadeautjes. Superleuk. Als jou dat leuk lijkt om te krijgen, moet je me even terug mailen of appen. Of bellen of wat je wil. Dat je zo'n mand wil. Zo'n mand kost jou €60. Maar dan maak ik er ook echt iets persoonlijk van. Ik verdien daar dus ook niks op. Want het is echt zo dat ik dit allemaal inkoop. Ik pak het allemaal in. Dat soort dingen. Dus ik verdien er eigenlijk... Speel ik kiet hierop. En dat vind ik helemaal prima. Want ik vind het leuk om dit te maken voor mensen. Dus als jij zo'n leuke mooie mand wil. Bericht me snel. En dan gaat het vast goed komen. Ga ik nu verder. Met de leukste aanbiedingen uit deze brochure. In ieder geval. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Ik zou zeggen. Check vooral ook. Zelf de brochure. Die staat in de mail. En als je vragen hebt over welk product dan ook, kan je me ook altijd berichten. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Ga ik nu laten zien welke dingen ik voor jou eruit heb gehaald. En nu zul je zien, ik ga heel even uit beeld verdwijnen. Ik heb 1 product vergeten erbij te pakken. Boep, ben ik weer. Dus zover was ik niet. Even neerzetten, anders gaat dat mis. Er is namelijk een heel leuk nieuw product voor body, face en hair. Dus voor je lijf. Voor je haar, voor je gezicht. Namelijk een olie. Die 2 verschillende olies. De ene is beschermend. De ander is voedend. En die zijn dus nu in de aanbieding. En dus nieuw. En dat zijn deze 2 varianten. Deze is met olijfolie. En beschermt dus echt de huid. Deze is onder andere met avocado. En die is dus echt voedend. Hele fijne, leuke flesjes. Ik heb ze zelf onder andere een testetje voor iemand gemaakt. En ik heb ze zelf gebruikt. Dus ze zijn bij mij al leeg. Maar daar heb je wel een idee van de verpakking. Ik vind ze zalig ruiken. Vooral die met olijfolie deed mij ergens denken aan de producten met olijfolie van de Body Shop. Dus vergelijk het daar een beetje mee. Weer goed, misschien is dat ook mijn eigen herinnering. En die met avocado ruikt juist ook heel erg lekker. Dus ik vind ze, ja, dat is persoonlijke mening natuurlijk. En ja, die met olijfolie is €12. Die met avocado is €12,50. Waaronder verschillende prijzen zit. Online bedoeld. Ik heb werkelijk geen idee. Maar in ieder geval leuk om dat ook eens te proberen. Ander product. Merk ik weer dat ik dat ook vergeten ben te pakken. Maar dat maakt niet uit. Is deze hele fijne CC spray. Het fijne van deze spray is dat het super fijn is tegen klitten en dergelijke. En ook tegen pluis en dat soort dingen. 5 spreetjes in je hand. Over je handen verdelen en dan lekker in je haren stoppen. Helpt heel goed om de extra klitten uit je haar te halen. Maar ondertussen ook jouw haar wat extra voeding te geven. En daarnaast, ik vind het dus echt lekker ruiken. Het zal wel aan mij liggen misschien, maar ik vind het heel fijn in gebruik. Ik zwem elke maandag en ik heb hem ook standaard in mijn zwemtas zitten. Juist om mijn haren even goed door te kunnen borstelen. Dus ik kan dit echt aanraden. Voor mensen die bijvoorbeeld pluizend haar hebben, juist heel veel klitten, dan is die echt een aanradertje.
Als je hem zoekt, pagina 124 in de brochure. Dan een ander die ik hier wel heb. En daar ben ik echt heel fan van. Deze body butter. Ik vind hem zo lekker. Hij ruikt heel zacht. Het laat mij ook echt denken alsof ik weer in de sauna sta. Het heeft echt een ontspannen geur bij zich. Dat vind ik echt heel fijn. En dat is super ideaal. Zo, even iets aandrukken, anders gaat dat af. Is dus echt fijn en lekker in gebruik. Draaidop. En je kan er dus gewoon uit likken met je vingers. Goed om te weten. Maak het tussen je vingers even als je het aanbrengt. Zo, je pakt wat. Doe dan ook altijd even, omdat het boter is. Het is net als echte boter. Maak het even tussen je handen warm. Voordat je het gaat verdelen over je huid. Natuurlijk kan het ook gewoon in één keer op je huid. Maar ik vind dat persoonlijk veel fijner om op deze manier te doen. Want dan verdeelt het veel makkelijker. Ah, zo lekker. Dat in ieder geval. En daarnaast, omdat het een body butter is, is dit echt ideaal voor een droge huid. Dus ook heel goed om dat te weten. Is nu in de aanbieding voor 18,50. Net als de olie van Swedish Spa, de body olie. Dus dat is heel erg ideaal om te gebruiken. Daarnaast twee dingetjes achter in de brochure heb je heel veel hele leuke sets. Dus het is ook goed om te weten dat je cadeausets hebt achter in de brochure. Deze wou ik jullie niet onthouden. Ik moet hem nog bestellen, maar dit is dus echt heel erg lekker. Dit is voor in je bad. Dit is dus een stukje zeep, zelfde geur. Maar dat is een beetje het idee à la vanille en cinnamon, dus kaneel. Beetje, ja, vergelijk het met een beetje geurtje, een zacht geurtje pepernoot slash pepermannetje, weet je wat, van die pepercookies. Ik denk dat je dat een beetje moet vergelijken, maar dan niet te zoet. Ik vind het juist heel erg lekker. Een beetje zo'n geurtje die wel bij kerst vindt passen. Ik denk dat het misschien ook wel, of bij Sinterklaas, dat geurtje is het een beetje. Daarnaast, een van de sets waar ik het over wil hebben met jullie is deze van Milk & Honey. Milk & Honey vind ik zelf ook een hele fijne lijn. Ik kom niet zo heel vaak, maar het fijne is dat het dus echt melk en honing is. Maar dat het dus ook echt voedend is en hydraterend werkt. Dat is het fijne van die. Het werkt vooral heel hydraterend. En er zit dus een body cream in, een shower gel en een stukje zeep. En dit is dus met €24,50 een mooie verpakking. Die dus echt heel erg leuk is om cadeau te doen aan mensen. Maar zo staan er veel meer hele leuke cadeausets in. Niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de heren. Er zijn er ook twee sets in. Dus ik zou echt even daar ook naar kijken als je op zoek bent naar een leuk cadeau. In ieder geval, dit was meer uitleg over deze hele leuke brochure. Als jij nou graag meer informatie wil, ja, kom dan gewoon lekker bij mij even op de app of op de mail. En dan gaat het vast goed komen. Ik ben altijd in voor extra advies. Natuurlijk ook voor gezichtsverzorging. Alles uit de brochure. Je mag het me vragen. In ieder geval zou ik zeggen, een hele fijne dag. Kijk de brochure door. Kijk ook mijn make-up look door. En wie weet, tot een volgende keer. Doei doeg!